Voor ondernemen heb je tegenwoordig steeds meer techniek nodig. Waar vroeger een simpele telefoonaansluiting volstond, heb je nu meestal een aanbieder voor de vaste telefonie, maar daarnaast ook een aanbieder voor mobiele verbindingen, een internetverbinding, een leverancier voor de kantoorautomatisering. Doorgaans is er nog een leverancier voor de website en vaak ook nog een bedrijf dat beveiliging verzorgt. Technisch gezien groeien al deze vakgebieden steeds meer naar elkaar toe. En daarom kan het verstandig zijn om ook te gaan werken met één aanbieder die al deze zaken voor zijn rekening neemt en beter op elkaar kan afstemmen. Dat werkt vaak beter, betrouwbaarder, is vaak goedkoper en biedt allerlei nieuwe mogelijkheden. ICT-specialist Emiel Kouwer treft bij bedrijven waar hij nieuw binnenkomt vaak een weerwar aan. Met allerlei technische faciliteiten, allerlei leveranciers waarmee allerlei contracten zijn. Niemand weet waar wat is afgenomen en hoe iets in elkaar zit. Het werkt, maar als het stopt met werken, dan hebben ze een heel groot probleem, want ze weten niet bij wie ze terecht moeten. En je wordt natuurlijk altijd, het internet komt bijvoorbeeld bij de ene leverancier vandaan en het netwerk bij de andere leverancier. En die wijzen naar elkaar. Ja, dan moet je bij die zijn of dan moet je bij die zijn. Dus aan het einde van de rit, voor je echt geholpen wordt, ben je een tijdje bezig. En in die weerwar van systemen en leveranciers wordt de klant vaak heen en weer gestuurd. Letterlijk van het kastje naar de muur. Bijvoorbeeld, je hebt een Ziggo internetverbinding en je hebt een ander bedrijf dat je netwerkbeheer voor je doet. En je internet valt weg naar een computer. Ja, de netwerkbeheerder zal zeggen, oh, dan moet je even Ziggo bellen. En Ziggo zal zeggen, nee, dan moet je even bij de netwerkbeheerder zijn. Dus beide helpen ze je niet. Al die verschillende diensten van verschillende leveranciers zijn technisch wel met elkaar verbonden. En om te zorgen dat dat beter samenwerkt en beter op elkaar wordt afgestemd, helpt het als het beheer ervan in één hand ligt. En je als klant ook met één partij te maken hebt. Wij nemen dat allemaal uit handen. Alles loopt via ons, waardoor je dus één aanspreekpunt hebt. En we weten dus hoe alles in elkaar zit. En kunnen het probleem snel oplossen. In samenspraak met de opdrachtgever wordt dan een samenhangend plan gemaakt hoe de ICT beter, vaak ook handiger en simpeler kan. Het zit een beetje in je hoofd, maar je vraagt natuurlijk naar informatie. Wat wil de klant? Waar zijn ze naar op zoek? Wat zijn de eisen, de wensen? En dat heb ik eigenlijk heel snel dan uitgewerkt in mijn hoofd. En dan kom ik met een advies van ik zou het zo en zo doen. Nou, vaak wordt dan in een gesprek gezegd van klinkt goed, werk maar uit. En dan komt er een offerte. En als die getekend is, dan gaan we het plaatsen. En het startpunt in dat samenhangende plan is doorgaans een goede internetverbinding. Want waar we vroeger de internetverbinding alleen gebruikten om iets op internet op te zoeken, is tegenwoordig die verbinding de levensader van het bedrijf, waar zowat alles van afhangt. Je hebt gewoon veel meer snelheid nodig. Je kan televisie kijken over internet, je kan bellen over internet. En je internet natuurlijk gewoon. Heel veel bedrijven hebben ook nog hun systemen extern staan. De werkplekken hebben een heel klein simpel computertje en je werkt eigenlijk in een datacenter. Dus alles gaat over die internetverbinding heen. Nou, ik denk dat ieder bedrijf tegenwoordig wel een beetje redelijke snelheid op zijn internetverbinding wil hebben. Iedereen is gewend om hoge snelheden te hebben. Dus met ADSL red je het niet meer. Dus je gaat naar VDSL of een glasvezelverbinding of een kabel internetverbinding. Daarbij wil je natuurlijk een stabiel netwerk hebben binnen je kantoor. En dat zijn een beetje belangrijkste punten. En rondom die basisverbinding worden vervolgens alle andere diensten gestructureerd. En dat betekent vaak dat eerst een weerwar van contracten en leveranciers moet worden uitgezocht en vereenvoudigd. Ja, wij hebben een klant in Alkmaar, dus een vastgoedbedrijf. En toen wij daar binnenkwamen hadden ze bijvoorbeeld iets van over de 30 ADSL-lijnen die niet meer in gebruik waren, maar nog wel betaald werden. Ze wisten gewoon niet waar wat van was. Dat is allemaal opgezegd, uitgezocht. Al die lijnen zijn, er is op de meeste locaties glasvezel aangevraagd. Er is gewoon een nieuw netwerk aangelegd. Dat allemaal niet op verhuur, gewoon eenmalig aanschafkosten en klaar. Ze betaalden daar echt voor duizenden euro's per maand aan IT, wat niet in gebruik was of wat niet nodig was op die manier. Oude contracten, vroeger was alles veel duurder. Dus op die manier besparen we een hoop geld voor bedrijven. En het is sowieso goedkoop om natuurlijk alles bij één bedrijf te nemen, want hoe meer je afneemt, hoe hoger je korting vaak is. En als je bij verschillende bedrijven alles afneemt, dan geldt die korting niet. En een geïntegreerde infrastructuur wordt tegenwoordig vaak niet meer gerealiseerd met eigen faciliteiten op de bedrijfslocatie, maar met diensten die op afstand in de cloud worden aangeboden. En dat is voor sommige ondernemers nogal een stap. De meesten willen de stap wel maken, maar ze hebben de kennis niet. Dus het is allemaal natuurlijk nieuw, het is spannend, het is eng. Na een gesprek, als je vertelt wat er allemaal mogelijk is, een stukje veiligheid, een stukje uptime garantie die je kunt geven. Een mooi voorbeeld is als de brand uitbreekt op een kantoor, ben je alles kwijt.
In een datacenter is daar natuurlijk veel meer rekening mee gehouden. Er zijn automatische blussystemen, er is noodstroom. Ga zo maar door. Dus het is gewoon een veel veiligere oplossing door om in de cloud te gaan werken. In verhouding met ergens in een hoekje in een kast gepropt een server neer te zetten. Je support is gewoon veel sneller. Je problemen zijn veel sneller op te lossen. Wij kennen de hele situatie en niet een heel klein onderdeel van een kantoor. Dus je kan zoveel sneller iets verhelpen als er wat aan de hand is. Of het nu gaat om internet, telefonie, het kantoornetwerk of de website, EK levert het hele pakket. En sinds kort zit daar zelfs televisie bij. Want televisie op kantoor, dat was vroeger ook nog wel eens een probleem. Sinds kort hebben we een samenwerking met Kanaal Digitaal en bieden we televisie over het internet aan. Ook kantoren kunnen tegenwoordig gewoon lekker televisie kijken als ze dat zouden willen. Vroeger had je daar een kabel voor nodig, maar dat is dus nu niet meer het geval. Maar we hebben ook de mogelijkheid om andere bedrijven die dus deze dienst ook willen aanbieden, om dat via ons af te nemen. Het is volledig white label. Dus hun kunnen eigenlijk onze diensten doorverkopen zonder dat onze naam daarbij naar voren komt. Dus voor de eindklant lijkt het alsof het kleine bedrijf deze dienst levert. Zo werkt een geïntegreerde aanpak van de ICT vaak beter, gemakkelijker en goedkoper. Maar daarnaast biedt het vaak ook nieuwe mogelijkheden waarmee service kan worden verbeterd. Nou, je belt tegenwoordig bijvoorbeeld met VoIP, dus Voice over IP, bellen over het internet. Dat is te koppelen aan je CRM-systeem, dus aan je klantensysteem. Een heel mooi voorbeeld is als wij gebeld worden en onze centrale die vraagt aan ons klantensysteem het telefoonnummer op. Als die herkend wordt, zien wij de naam van de klant al in het scherm staan. Dus er staat niet alleen nog mijn telefoonnummer, er staat een naam. Dus we weten precies wie er belt voor we opnemen. Dus als we opnemen, opent op ons scherm automatisch de klantenpagina. Dus we hoeven ook niet meer de klant op te zoeken. Dus we kunnen veel sneller handelen. En dat soort mogelijkheden zijn er. Wat de mogelijkheid is mobiel bellen over je eigen centrale. Dus je gewoon uitbellen met een vast nummer via je mobiele telefoon. Doorschakelen naar een mobiele telefoon met een verkort nummer. Er zijn eigenlijk heel veel technische mogelijkheden. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door EK Media, Vorenpark.